praten over netwerken, dan hebben we het wezenlijk over arrangementen die ontstaan rond projecten, missies, van mensen die samen iets willen realiseren. Heel belangrijk voor netwerken is bijvoorbeeld dat dat heel vaak gezien wordt als, netwerken tussen organisaties. Eigenlijk zijn netwerken meestal netwerken tussen mensen. Dus heel belangrijk in het tot stand komen van een netwerk is heel duidelijk en heel scherp formuleren wat willen wij samen realiseren. Wat is het resultaat waartoe dat we werken? En ik denk als je dat vertaalt naar de context van een zorgraad, er is heel veel werk gebeurd op het vlak van waar staan we voor? Moeder, waarom leven wij? Het groot probleem met dat werk is dat dat vaak nog niet landt in dingen. En ik denk dat dat voor echt het netwerk te vormen, hè, want we hebben in de workshop gehoord dat er eigenlijk nog heel veel vragen zijn naar hoe beginnen we die verbindingen te maken? Want we hebben nu wel die samenstellingen, we hebben nu wel die clusters, maar eigenlijk zien we dat er eigenlijk nog heel veel verbindingen bestaan. Wel, wij denken dat die netwerken pas echt gaan ontstaan als mensen heel concreet rond dingen die ze in de wereld willen zetten, concrete resultaten, echt beginnen te samenwerken. En dan is het net essentieel dat dat netwerken zijn tussen mensen en dat de organisatielogica en de belangenlogica dan nu nog heel sterk in die zorgraad aanwezig ziet, die positielogica, ik ga niet zeggen belangenlogica, maar vooral die positielogica van die verschillende organisaties, dat je die eigenlijk stilaan achter jou kunt laten door echt te gaan werken aan het werken tussen mensen. En dus elk netwerk is anders. Een netwerk is ook niet iets vaststaand, een netwerk beweegt voortdurend. Maar omdat dat belangrijk is, dat ze de logica van die netwerken kennen, is omdat nu heel vaak, en we hebben dat gemerkt in de workshop, dat er eigenlijk nogal statisch gekeken wordt naar netwerken. En hetgeen dat ik daarnet zei, elk netwerk is anders en elk netwerk beweegt. Een netwerk is niet. Een netwerk wordt en verandert voortdurend. En dat besef is een heel belangrijk besef voor als je in zo'n netwerk zit, en zeker vooral de stafmedewerkers, ik denk dat dat heel belangrijk voor hen is, die moeten eigenlijk, dat zou hun voornaamste focus moeten zijn van hoe ga ik die netwerken vormen, ondersteunen, gaande houden. En dan is het heel belangrijk dat je, wat dan misschien met het vormen van de zorgraad voor een stuk is gebeurd, het vormen van de zorgraad is institutioneel gebeurd. Voor een stuk, omdat dat zo moet, je zit nu eenmaal met een wettelijk kader en je moet zien dat ergens die evenwichten en die verschillende perspectieven aanwezig is. Ik denk dat we nu die stap dieper moeten gaan zetten en dat we eigenlijk weg moeten van die wat starre organisatie van de zorgraad en echt naar die veel flexibelere organisatie moeten gaan van die netwerken op het terrein. En die netwerken op het terrein zullen zich vormen aan de hand van heel concrete cases, heel concrete vraagstukken. En dat kan zeer lokaal zijn, dat kan buurtgericht zijn, dat kan heel thematisch zijn, dat doet er eigenlijk niet toe. Maar dingen die mensen willen samen willen realiseren. En waarom dat dat belangrijk is, dat medewerkers daar iets van weten, is dat ze heel sterk dat beseft hebben. En dat ze ook heel sterk weten van, wat zijn uw voorwaarden om goede netwerken te vormen? En dan gaat dat heel vaak over op een goede manier informatie delen. Op een goede manier zorgen dat ieders belang in een netwerk op een afdoende manier gerespecteerd is. Op een goede manier mensen ondersteunen die misschien nood hebben om in een netwerk wat ondersteund te worden. Vaak omdat zij in een positie zitten die anders dan andere deelnemers aan een netwerk niet zo stevig is en niet zo machtig is en niet over zoveel informatie beschikt en weet ik veel wat allemaal. En dat denk ik, hè, want een essentieel kenmerk van netwerken is gelijkwaardigheid. En het realiseren van die gelijkwaardigheid tussen de leden van een netwerk, ik denk dat daar heel belangrijke taken liggen voor mensen die in zorgraden zeg maar leidende of trekkende posities innemen. En dat zijn dan voorzitters, dat zijn dan medewerkers, dat zijn dan waarschijnlijk ook een aantal bestuursleden die centraal staan in hun organisatie en dergelijke meer. Maar bijvoorbeeld het realiseren van die gelijkwaardigheid, daar hebben die belangrijke rollen te spelen. Ik denk dat nu echt het moment is aangebroken om naar die praktijk te gaan, naar dat concrete te gaan. Ik denk wat dat daar heel belangrijk aan is, en wat zien we oppoppen aan projecten in zorgraden? En dat maakt mij een beetje bezorgd in functie van die netwerkvorming. Ik zie projecten ontstaan die vaak gedreven worden vanuit het belang van 1, maximum 2 clusters. Die vaak vanuit het belang komen van deze of gene actor. Dat is het allerslechtste om netwerken te vormen. De eerste stap die zorgraden nu zouden moeten zetten is samen, liefst niet 1, liefst eigenlijk zelf 3 of 4, projecten, en dat moeten geen gigantische projecten zijn, maar projecten definiëren waarvan je heel duidelijk kunt zeggen van kijk, als we dit project realiseren, als we dit resultaat dat we hier nastreven realiseren, dan dienen we het belang van elk van de perspectieven
die in de zorgraad aanwezig is.